Okay, people, let's go to work. Hallo, hallo mensen, hallo mensen, hallo Gio, waar ben je? Gio? Achter je! Hallo! Het druk hier. Het druk, echt heel druk. En mensen, we zitten in Disneycraft en dit is aflevering 71, ik zet geluid iets zachter weer. En 71, wat gaan we doen? We zijn het hotel aan het opknappen, zoals je ziet. Het ligt helemaal open. Open en bloot, open nieuw en glas. Bloot. Ja, glas en jij nieuwe was al... Nieuwe layout. Jij was al glas aan het halen bij de... Ja, ik moest even naar de gamma. Maar ja, we hebben wel nu wat aardig met veel glas. Ik hoor trouwens twee liedjes door dat elkaar. Wel. Ja, hè? Stom is dat, hè? Minecraft muziek en zo'n jukebox hier ja, gezet, hè? Geloof ik. Ja, ik heb de jukebox uitgezet. We zitten namelijk op EP7, maar dat wist je al natuurlijk. En ik ben gewoon zomaar wat aan het bouwen. Echt, het is gewoon echt random. Van zomaar uit het niets. Zomaar uit het niets. En, is toch wat? Ja, weet je wat het nadeel is van dit, wat ik nu aan het maken ben, dat het aan de andere kant ook allemaal precies exact moet gaan gebeuren. Ja. Dat is een beetje het nadeel van alles. Maar we hebben onze Belg hier zo. En die zit alles uit te meten met zijn latliniaal in zijn hand. En heb je al een beetje gekeken van hoe en wat? Ja. Niet echt? Ik heb, nou ja, ik heb nog niet ver gedaan, maar ik heb in dit deel al het een en het ander gedaan. En ik ga beginnen kijken voor aan de andere kant. Je hebt alles ook... Zullen we eens kijken wat je hebt gemaakt? Oké. We gaan eens kijken. Kunnen we in het hotel ergens via een sneak preview? Zullen we via het dak gaan? Of ja. Ik heb een kompasje. Ja, ik heb een kompasje. Ik weet niet waar ik nu zit. Ik zit nou ergens in het donker. Help. Ik zit ergens in de kamer. Ja, ik zit ook ergens. Kijk. Ik zit... Ik zit in het hotel, zie ik nu. En ik zie al gelijk dat er eigenlijk de stijl is hetzelfde gebleven. Alleen we hebben gewoon een hele grote opknapbeurt aan alles gedaan. Want Roby heeft alles leeggehaald, hele kamers weggehaald. En die heeft compleet alles opnieuw ingericht. En je ziet nou dat het ontzettend leuk is, die kamertje, om er even doorheen te gaan. Met leuke boekjes en kistjes. En hier gaan we eens een kamer binnen. En dan zien we een heel luxe bed, inderdaad. Een hele nieuwe inrichting. Ja. En nieuwe meubilair hebben we gekocht. Het is ook wel een mooi kamertje, jongens. Uitzicht op het kasteel. En een grote LD-televisie hebben we gekocht. LED. Ja, en dat hebben we in alle kamers. Het heeft veel gekost. Ja, dan een 3D-tv. Het is een 3D-tv. Die hebben we toch ergens staan in, het, in de winkel? Of hier in de dingen? Oh, je hebt een andere soort tv. Met een leuke boekenkast eromheen. En Mickey Mouse staat hier aan een wastafel. Leuk hoor, ik vind het geweldig. Ja, leuk keukentje hier met een leuke... Met een serveertafel. Oh, dat ziet echt... Dit zie ik nou ook voor het eerst. Dan ben ik serieus. Ik heb tegen Roy gezegd van... Ga lekker los. En ik zie... Ja, dat zijn de douches. Douches. Oh, leuk zeg. En toiletten. Dat is ook helemaal nieuw. Want we hadden nooit... In elke kamer hadden we een douche. Maar aangezien we er nu andere inrichting hebben... een leuke foto. Gio, blijven wij hier? Oh ja, ik denk het wel. Oh, we zijn op tv, joh. Oh, echt? Oh. Is dit niet de tv? Oh nee, dit is de tv. Oh, niet. Oh, dit is de 3D-televisie. Mooi hoor, zoveel beelden in één. Ja, dat is... En ik word ondergespamd hieronder. Helemaal, heel de chat gaat vol. Ik doe even Minecraft muten. Zo. Je zit helemaal onder te spammen, jongens. We zijn even bezig. We zijn even bezig met de kamers. Oh, dit is een luxe bed, joh. Ook wel mooi, dit. Oh ja, dit is ook eentje van... En helemaal opgemaakt ook. Daar ben je ook lang mee bezig geweest in de Poel Belg. Daar ben ik ook niet zo goed in. En dan moet ik daar helemaal het bed op maken en al kussens uitslopen. En godver. Even kijken. En er staan hier zelfs er staat hier eten klaar. Dus het is hier flink al aan de gang. En hier zien we nog een kamer. Ik ga ze gewoon een beetje allemaal bekijken. Die hebben we al gehad. En zelfs paddo's op kweek. En als het goed is, het lijkt mij dat dit wel echt... Hey, daar hangen we weer hoor, in de gang. Vincent! Ja. Vincent! Heb je het gezien? Het hele hotel ligt overhoop. Wat is er gebeurd? Brei, rustig aan. Nee, het is gewoon een opknapbeurt gebeurd. Dat is de Knapbeurt kon gebeurd. Dat niet in de nieuwsbrief gezet worden? Oh, sorry hoor, meneer. Het spijt me. Oh, nou, dan moet je voor Barowie zijn, hè? Rowie die is van de nieuwsbrieven. Oké. En we zien hier de Pinkelman, die zit te gluren. Je ziet dat? Die zit gewoon te kijken hier. Hallo. Dat mag toch? Hallo. Oh, sorry Gio, ik heb je glas weer gesloopt. Moet ik nou weer een nieuwe gaan halen? Ik heb wat er lekker nog één bij me. Ik had er nog dan één. Gaan we toch naar glasblazerij, het glazen geruitje. Sinds wanneer hebben wij stitches in de prullenbak?
Geen idee. Dit is echt vreemd, joh. Hallo, meneer. Oh, oh hij loopt zelfs weg. Hij vlucht. Hallo, meneer Stitch. Oh. Hallo? Hallo. Hoe is het, meneer? Ja, goed. Oh, word je heel zacht. Nou goed, hij is natuurlijk okay. Helemaal in de war van zijn prullenbakactiviteit. Dit is een mooie kamer, zeg. Zijn dit de luxe kamers of zo? Damn. Ja, dit is de laatste kamer die je recht is geweest. Oh, mooi zeg. Deze vind ik wel heel apart. Heel nice uit. Veel beter dan de vorige kamers. Zeker leuk. De vorige kamers die waren ook zo klein. Heel compact. Het zijn er iets minder kamers, maar zeker de moeite waard. En als het goed is hebben wij nog een verdieping. Ik ga er snel naartoe. Ja. Oeh. Of dit is de bovenste verdieping, begreep ik, hè? Oh, dat is een... Ja, want hieronder hebben we nog een verdieping. Ja. En die was die ook klaar? Die is helemaal klaar. Oh, wauw. Ja. Roby kwam zelfs met de front met de stelling van... Wauw, is het nu al klaar? En toen had ik zoiets van... Ja, als je samenwerkt, we hebben... Nou, ik heb er niet aan meegeholpen. Ik heb alleen de buitenkant gebouwd. Ja. Ik heb de buitenkant gedaan. En ik zeg van tegen Roby en tegen Dennis en tegen de anderen van... Jullie mogen het lekker inrichten wat je wil... En dan komt er wel wat leuks uit. En nou, het is zeker de moeite waard. Heel erg mooi uit. Oh. Oh, dus dat Wie hangt hier ook met een gezellige... Ja, gezellig gezicht. Gezellig gezicht. Nou, dan word je gelijk vrolijk van als je dat ziet, jongens. Nee. Ik denk dat als ik deze kamer zou krijgen, dat ik spontaan wegren. Ik zou spontaan verhuizen. Of dat schilderij van de muur aftrek. Echt, hè? Ergens door een wc heen probeert te spoelen of zo. Moet je wel niet vergeten om het hout er ook af te halen, anders dan raakt de wc verstopt. Dan raakt die wc lekker verstopt. Pardon, meneer? Ik ben even aan het douchen hier. Ga eens even weg, gluurders. Nee, ik ben even aan het douchen. Nou. Hallo. Meneer. Dit is bij jou te kijken. Ik weet niet of jij doucht op een wc trouwens. Oh, is het een wc? Dit zijn de douches aan de andere kant. In welke achterstandswijk jij woont? Zijn dit de douches? Nee, Nee, hier zijn douches. Oh, dit. Oh, kijk. Hier zo. Ja. Hangt er geen kraantje? Oh, dat zijn we vergeten nog. Hoek. Kijk, een hoek. Die hoort daar toch te hangen. Een hoek. Kijk. Hoek. Oh. Zwemmen deed de penkel, man. Dank u wel. Zo, alsjeblieft. Kijk eens. Hoek. Wat een mond. Vindt die leuk, hoor. Kijk, dit is ook een hele aparte inrichting, zeg. Lijkt er wel gesticht, Neil. Oh, dit is een black screen. Zie je dat? Een black screen? Oh, ja, dan kun je daarvoor gaan staan en dan gaat de achtergrond verdwijnen. Oh, dat was bij Vincent's geval niet zo handig. Die heeft een zwart truitje aan. En dat maakt niet uit. Ja, er ligt cake in de heeft hij een zwevend hoofd. Er ligt een cake in de kast, Gio. Lekker. Mooi, lekker. Ik heb honger nu. Ik krijg nou honger, hoor. Vind ik eigenlijk niet zo fijn. Ga maar mee. Het kan ook nooit te normaal zijn, hoor. Oh, dan wordt hier door een cake gedropt. En ach, mensen kijken helemaal gluur. Oh, ze zitten gelijk in de prullenbak. Ja, maar de prullenbakken zijn ook zo mooi. Oh, hallo, ja, Lisa. Wel, ja. Lisa staat voor het raam, of achter het raam. Oh, hier hangt in één keer een hele grote Giovanni. Oh, waar? In de gang zeker? Ja? Oh ja, dat wist ik. En dit is de koelkast. En ik zie, het leukste van Anvil's een tafeltje. Wat leuk, joh. Kijk, weer een black screen. En serieus, cool, ik vind het leuk dat het van glas is gemaakt, die ondersteuning. Dat vind ik echt, lijken net palen nu. Omdat je natuurlijk, omdat wij het glas doorzichtig hebben, lijkt het net alsof ze op twee palen staan. Echt leuk. Daarom de resource pack, jongens. Binnenkort komt hij als download. Vergeet niet op het kanaal te kijken, want we gaan binnenkort een video online gooien. Waarschijnlijk in de volgende week ergens. En dan hebben wij een nieuwe texture pack, namelijk de HD-versie. Er wordt nog wat dingetjes aangepast. Dus ik dacht van, als we daar nou even op wachten, dan heb je gelijk de goede versie. Maar dit is wel een voorproefje van die texture pack. Heel veel dingen in HD. Zelfs Sammetje in HD. Zo! Zo! Wat een knapper is dat. Sammetje in HD? En er is nog eentje, een Stitchje. En nog één Stitch. We hebben allemaal Stitches. Oh, er staan hier allemaal mensen te kijken, Vincent. Ik vind het eng. Waar zo? Buiten. Waar dan? Hier. Kijk. Oh, hallo. Allemaal mensen. Dat is een druk hier. Dat zijn bejaarden. Hallo. Oh, kijk. Die zitten opgesloten. Ja, die... die wachten tot Gordon en Gerard Joling eraan komen. Echt, ja. Nou, even kijken hoor. Ik ga zo verder met het hotelletje. Misschien heb je nog ideetjes. Ik had hier wat groen neergezet, want ik vind dat groen altijd wel vrolijkheid tonend. Ik weet niet of dat een woord is.
Vrolijkheid tonend. Vrolijkheid tonend. Tonende. Tonenden. En hoe vind je het eruit zien in het hotel aan de zijkant? Het is wel iets nieuws. Ik dacht, ja, het is wel wat anders. Het is meer met anders, wit natuurlijk. Ja, maar ja. Het is wel, ik vind het wel heel mooi. Het is leuker, hè? Ja. Het oude. Kijk, dit was het oude, jongens. Even het verschil. Van, nou, een beetje donkere kleur. Alleen maar roze met een paar raampjes erin. En zoals je al ziet, het hotel zelf is al ja, kleurrijker geworden. Er is wel hier wat gebeurd met blauw. Twee lagen hier. Ik zal die even weghalen. Die vind ik niet zo mooi. Oh ja. En dan zou ik hier nog wat groen plaatsen, zo. Zo. Misschien dit afsluitend zo. Ik denk dat dit nog beter oog dan eerst. Ik denk dat je hem zo neer moet zetten. Ja, is dit beter? Nou, recht tegen een wasbak aan te kijken hier. Ook leuk. Oh, hier kunnen we zelfs de wc in kijken, joh. Zo, dit ziet er wel beter uit, denk ik. Meer groen. En meer, puur natuur. Puur natuur. Puur natuur. Nou, en natuurlijk is ook de ingang het ook verbreed. De soort van koepel die over de ingang heen gaat. Die is natuurlijk, heeft ook een bredere vorm gekregen, wat grotere. En we hebben natuurlijk de span alweer inmiddels een beetje veranderd met bochten erin. Ja, het lijkt veel groter ook. Het is veel groter. En vooral natuurlijk het kasteel. Roept mijn moeder me nou? Nee. Binnen rijden in Disneycraft. En het plein is heel kaal, het hoofdplein. Maar dat gaat zeker veranderen in de loop der tijden. Ik vind alleen die witte dingetjes niet mooi erboven. Ik ga het weghalen. Ik heb het zelf neergezet. Ik vind het niet mooi. Nou, hoppakee. Potverdorie. Potverdorie. Hatsa flats. Potverdorie, snot in je orie. Nou, liever niet. En Gio, het is misschien leuk terwijl wij een beetje gaan rondkloten in Disneycraft. Om te vertellen over jouw nieuwe kanaal. Oh, mag ik erover vertellen? Ja, waarom niet? Wel, leuk, Gio. Ik vind het leuk dat jij zo enthousiast bent. Van de video's op Vincent's kanaal die ik met Gewoon Achtelijk heb gedaan. De Mind Z video's. Maar Gewoon Achtelijk is dus niet mijn enige kanaal. Want ik heb een nieuw kanaal gestart voor mezelf. Ja, nou, dat meen je niet. Nee, eigenlijk is het gewoon één grote leugen. En probeer ik. Puile leugenaar. Verpest het maar weer, hoor. Verpest het maar weer, hoor. Echt, alles in de knoop. Jongen. Je lokt het zelf uit, stinky. Nee. Nou, ga dan verder. Nou, maar ik heb in ieder geval een eigen kanaal gestart. Helemaal voor mezelf. Gio speelt games, heet het. Lekker origineel, want ja. Ik doe nou eenmaal wat ik doe. Ik weet ook niet. Ik moest een naam hebben, dat was het enige wat ik had. Nee, maar ik vind het op zich wel leuk. Ons, toch? Ja. Ik heb ook jullie. Oh, gelukkig. Goed om te horen. Ja, maar daar ga ik gewoon lekker Minecraft op uploaden en Battlefield en allemaal nieuwe, nieuwe leuke games. Ja. Nee, Minecraft, ik weet ook niet wat het is. Dus ik denk, ik probeer het maar. Ja, weet ik niet. Nou, daar komen we morgen wel achter. Kost komt dat de eerste geld? Video ervan. Kost heel veel geld hier, over Brian. Toch al heeft me een rip gekost. Een rip? Ja. Een sperrip. Sperrip. Lekker. Ik kon hem jammer genoeg niet zelf opeten. Ah. Dat vind ik wel jammer. Nu heb ik honger. Ik ook. Ik wil wel even een rip van een sper hebben. Ja. Inderdaad. Dat was een aardige stilte. Ja, dat was sorry, een hele het spijt me, jongens. Stilte. Ik ben even helemaal verplex. Verplex? Plexiglas? Plexiglas. Nou, doe mij maar gewoon. Vincent weet zelf niet wat hij ervan moet vinden. Nee, ik weet het echt niet. Hij weet het niet, ja. Ik ben er stil van. Nee, op het kanaal hebben we natuurlijk ook een nieuwe serie lopen, zoals jullie hebben gezien. Het wordt misschien iets minder Minecraft, maar het is, ja, ik vind het sowieso heel leuk om Minecraft te doen. Maar ik vind het ook leuk om andere games een kans te geven. En daarom speel ik af en toe ook wat andere rare indie games, om het zo een beetje te noemen. En daarom zie je ook Truck Simulator af en toe voorbij komen. En Truck Simulator is een ontzettend leuk spel, vind ik zelf. Ik kan nooit bij jou in de vrachtwagen zitten, dat weet ik wel. Ja, nee, dat is inderdaad. Ah, hij heeft nog niet eens een rijbewijs, joh. Nee. Wel. Ja, jij wel, ja. Yeah. Nee, inderdaad, ik ben niet echt een goede vrachtwagenchauffeur, maar... Oh, en toen werd ik gebeld. Zo. Copyright. Wauw. Lelijke ringtoon. Nee, die is wel schattig. Wat voor muziek was dat dan?
Ja, van copyright. www.copyright.nl. Oeh, nou, dat moeten we niet hebben, denk ik. Nee. Verbergen maar bij. Even kijken hoor. En jullie zijn een dagje naar de Efteling geweest. Hè? Misschien wel een tijdje geleden wanneer deze video online komt, maar ja, hoe was het? Poep. Ja, dacht ik al. Het is geen mooi park, hè? Wonderkraft is lelijk en Efteling mensen zijn lelijk en het was niet leuk. Het was alleen leuk omdat ik er was. Toch wel, ja? Ja. Oh, hallo meneer. Iemand zegt st. Ja, dat was een meneer, een stinky van Wonderkraft. Wat is Wonderkraft eigenlijk? Een poepserver. Is dat daar een wil server? Je niet daar wil je niet naartoe. Nee, daar gaan nou, we niet vertellen. Ik dacht misschien kunnen we in deze video even een kijkje nemen. Nee, in Wonderkraft. Nee. Echt niet? Nee, Wonderkraft is de mooiste Efteling server die je in Minecraft zal vinden. Misschien wil Rick zelf even vertellen wat hun IP is. Ja. Maar dat weten ze minstens wel, want misschien kan Rick wel vermelden of vertellen aan de mensen wanneer het nou open gaat. Of dat is ook een goed idee. Dat is zeker een goed, want... Helemaal niet open. Nee, echt niet meer open. Niet mee eens. Nou, we gaan Rick, het gewoon allemaal verwijderen. Welkom in de video, praat eens Hallo. Even over Wonderkraft. Oh, hey Rick. Hallo Giovanni. Hallo iedereen eigenlijk. Hallo Hi. Iedereen. U klinkt verkouden, meneer. Nee, net wakker. Oké, net wakker. Nou, leuk om even zo in de video te verschijnen. Ja joh, altijd leuk. Vertel knaap. Ja, als goed weten de meeste al wat Wonderkraft is, denk ik. Nee, vertel. Wat is dat? Kun je dat eten? Ja. Ja, dat kan je eten. Met extra vlees. Nou, Wonderkraft is dus eigenlijk een pretparkserver geïnspireerd door de Efteling. Nou, het is gewoon heel de Efteling die we aan het namaken zijn. Op schaal? Ja, dat was net. Niet ja. vergeten. Dat is het mooiste. We proberen hem één op één zoveel mogelijk na te maken, ja. Dus daar gaat wel tijd in zitten. Heel ja, ik heb inderdaad hun tactiek een beetje gehoord. Ik ga het niet te veel verklappen, maar het is eigenlijk heel simpel. Je gaat eigenlijk een plattegrond zoeken van een bepaald park wat je wilt. En dat is weer het voordeel van Disneycraft. Het heeft geen plattegrond. Van tevoren altijd geen plattegrond. En ja, dat was het fijne aan Disneycraft. Maar Efteling heeft natuurlijk wel een plattegrond. En om dat 100% kloppen te krijgen, kost het gewoon dubbel. Ik kan dat zo met mijn gemak zeggen. Dubbel zoveel tijd dan... Dan Disneycraft. En ja, daarom vind ik het zo respectvol hoe ze dat doen. Nou, we hebben natuurlijk ook snel mogelijk open gaan. Alleen daar hebben wij ook een beetje jullie hulp nodig. Ja, ja. De kijkers dan. Dus als jullie goed kunnen bouwen, goed kunnen nabouwen van foto's, dan verwijs ik jullie door naar het forum van Vincent, davissa.nl. Dan klik je op forum. Dan zoek je even naar het Wonderkraft topic. En dan staat er mededelingen, dacht ik. En dan staat er daar bouwers gezocht. En daar staat alles wat we van jou vragen. Dus ja, als je graag mee zou willen helpen. Ja, maar natuurlijk consumptie van 20 euro dat ook. Oh, doen. Je hebt goed geteld, Blobelet. Ik wist niet dat Belgen konden tellen. Waar nou, komt dat in één keer vandaan? Wat wil je nou dat ik zeg daarop? Kom op. Ja, geitje. Dat je onze geweldige huisbelg bent. Uitstaan en keukenbelg. Jij bent als een keuken. De huisbelg van kijk, omdat het even wennen was, omdat jij dat gebouw nabouw aan de overkant. En toen dacht ik van, omdat het natuurlijk helemaal naar achter zit, is het wel verwennen natuurlijk. Ja, en ik heb even, ja, ik heb het geteld. Ik moet wel zeggen, misschien kun jij me dadelijk mee helpen. Ik vind het te veel wit hier worden, dus ik ga even kijken hoe ik dit gaat aanpassen. Tweet, van Belgische papier. En kunnen wij even kijken op eventjes op Wonderkraft? Ja, als het goed is, span je nu gelijk in een glazen koepel. Dat, waar die niet uit kan. Jawel, kan je wel uit, maar dan zal ik gelijk even uitleggen als je op de server zijn. Kan ik tussen... al door de portal heen bij ons? Nee, dat ook niet, want we hebben nog geen bungee. Oh, dus ik kan niet hier zo stiekem even door deze portal gaan gniepen? Nee. Kan ik wel een server Eftelingkraft? Of Wonderkraft? Piep! Sorry. IP is mc.wonderkraft.nl dubbele punt 25598. Wat zei je? Mc? .wonderkraft.nl Ja? Dubbele punt 25598. Oké, ik laat het voor de mensen even opstaan zo hier. Dan kunnen jullie het kijken ook. mc.wonderkraft.nl. We gaan join server en kijken of we nog de permissies hebben die we vorige keer hadden om alles te slopen. Ik zit in de grond. Ik ga even naar Span. Oh. Welkom bezoeker. Zoals je ziet kun je niet ver lopen. Dat komt omdat we nu alle permissies moeten worden ingesteld. Tot die tijd zit je hier. Wat kun je straks allemaal te zullen doen? Live de bouw volgen en rondvliegen.
Kan iedereen rondvliegen? Nog niet. Kjell is bezig met de plugin aan te schrijven. Hij is als goed al af. Waardoor mensen, als ze joinen, automatisch hier worden neergezet. En als ik nou, als je naar mij kijkt, even kijken, Venice. Yo, kom naar buiten. Er zit een oude handwoord aan, Gio. Hoe doe je dat nou? Sorry. Wij hebben toverkracht. Dan zijn ze, Bardouche heeft ons getoverd. Venice, zoals ik nu ook ben. En dan krijgen ze fly en dan kunnen ze gewoon bij de server rondvliegen. Want ik sta niet voor je, maar dat zie je niet. Maar dit is ook allemaal gekleurd glas al, wat gaaf zeg. Dat is even wennen voor mij. Maar inderdaad, je kan helemaal niks hier. Je zit hier opgesloten. En we zien hier, en dan kan ik naar het plattegrond toe. Oh ja, daar is ik weer bezig als je daar kijkt. Oh, wat leuk joh. Oh, wow. Oh joh, dit is echt oh, heel dat vet. Kan ik niet. Bardouche de tovenaar. Het is tovenaar hè, inderdaad. Geboren en gedoopt op de planeet Symbolica, opgeleid door zijn leermeester de grote magister. Naar wonderkracht gestuurd om de sprookjes te beschermen, vooral tegen Pantagor, de gemene tovenaar. Komt Pantagor ook voor in die game dat je moet klikken in het sprookjesbos, een vrij oude game? Is dat met dat paddenstoeltje, met dat hele lelijke kleine ronde paddenstoeltje dat de gemene Rick speelt? Of een goede Rick juist? Dus een klein paddenstoeltje? Volgens mij is hij juist gekomen toen de tv-serie kwam, dus ik weet niet. Oké, want je had ook een spel ervoor, dat is een heel oud spel. Dan moet je puzzeltjes oplossen. En dan hoe meer puzzeltjes je hebt opgelost, hoe verder je kwam in de game. Oké. Maar dit is apart zeg, die plattegrond. Het is eigenlijk wat wij zien, joh. Toen we het een beetje hebben. Echt heel gaaf hoe dit eruit ziet. En dit wordt steeds groter, die plattegrond die we hier aan de muur natuurlijk, zien. Ik denk dat straks gewoon helemaal over heel deze muur komt. Alleen het is best niet echt ingewikkeld, maar je moet even de tijd steken om het plattegrond te maken. Inderdaad. Je moet overal een plattegrondje van hebben en dan al die dingen, ja. Prinses Pardina, die ken ik niet. Ook wel Pardijn, dochter van koning Pardoel, Foes de Rode. Ze is de vrouwelijke tegenhelft van Pardoes en vergezelt hem op zijn avontuur. Ik wist niet dat zij Pardina heette. Ik weet het ook pas voor het eerst. Ja. Maar ze heet Pardijn. Dat wist ik dan volgens mij wel. Die naam is me wel bekend voor. Maar die Pardijntje loopt er ook door de Efteling. Liep. Het is nou meer Jokie geworden. Pardoes loopt nou af en toe ook best morgens door de Efteling op zaterdag. Ja. Voor foto's en zo. En nou komen ook allemaal sprookjesbosbewoners. Zoals prinses Anoura, die komt wel eens even op de foto. De vaak hier op het kopje. Tja, ik hoop eerlijk gezegd zelf echt dat de entertainment terug gaat komen in de Efteling. Ik hoop het ook, en dan schreef jij toch in een pak? Ja, kan ook, joh. Gewoon even in Donald Duck pak door de Efteling en lopen, dus alles kan toch, joh. Inderdaad, en misschien kunnen wij wel even een kleine look nemen, want... Ja, dat is wel een heel klein stuk. Want hebben jullie nog iets nieuws gebouwd in de tussentijd? Oh, fuck. Quinn is wel... Ja, wacht, we moeten even naar... Ah, dan moeten we naar Spookspots gaan. Testruimte. Wacht. Er is een testruimte hier. Apart. Ja, dit is wel weer zo voor de opening. Quinn had al... Mag ik wat overhalen? Oh, leuk. Oh, dat ziet er mooi uit. En die doet het niet. En deze? Daarachter inderdaad. Oh, vet zeg. Dit is wel leuk. Oh, mag ik dit wel laten zien allemaal? Nee, hè? Oh ja, natuurlijk. Nee, dat is allemaal verrassing. Ik heb maar twee dingen laten zien. De rest... er is nog in bouw, jongens. Dus... We gaan daar niet, dat niet zien. We laten het misschien wel zien. Wat zei je wat je had gebouwd? Sorry. Ja, wacht, hier zo. Ben je bij mij nou? Ja. Nee, ik volg Gio. Ja, ik ben hier. Of ben ik nog steeds onzichtbaar? Nee, toch? Ik weet niet. Ik was onzichtbaar. Ik zou je tp'en. Hier zo. Oh, ik zal gelijk dalen. Ja. Nou, ik en Kjell waren ook al bezig met hier het dorpplein. Het helemaal compleet te vernieuwen. Ja. Want als je nou naar boven te zweeft, dan zie je ook dat dit perkje wat we hebben gemaakt, waar nog geen bomen mooi zitten, zeg. Dat ook echt de vorm heeft van het dwarrelplein. Klopt. Het is eigenlijk een soort schildje, is het. En dan de frietentjes hebben de goede plek gezet, de Rabokluis. Zo moet je hem zien, hè? Zo moet je hem zien, ja. Nee, dit klopt precies. Ik heb dit nooit echt gezien, dat schild. Want dat valt je niet op, als je natuurlijk heel laag, we hebben geen fly in het echte park. En, En dat scheelt inderdaad, maar dat zag ik op foto's en ik dacht, joh, wat is dat dan? Dat wist ik niet. En nou zie ik het inderdaad, het is prachtig gedaan, want het klopt gewoon helemaal. Ik vind het super. En hier het waterperk heb ik even wat groter gemaakt, dat ook het echt klopt. En dan moet ik nog alleen de plattegrond hier neerzetten, de bloemperkjes en zo. Ik zet er wel één voor je neer. Is dat goed? Zal ik een bloemperkje voor je neerzetten? Ik heb er namelijk één in mijn hand. Alsjeblieft. Ik weet niet of die klopt. Nou, hij is af. Af, het dorpplein is af. Het dorpplein is nu af. Gio, heb je het gezien? Ik heb het afgemaakt hier. Ik mocht de laatste bloem neerzetten.
Nou, dan moeten we wel eventjes officieel doen natuurlijk. Nou, die laten gewoon staan. Vincent? Ja? Nu ga je het gewoon in lint opknippen. Dat klonk erg zuchterig. Nou, moeten we officieel doen? Met een schaar. Komt ie hoor. Via de kant. Die open je de ingang. Wat denk ik nou? Oh, we moeten midden. Nee, we ja. Er zit geen midden in. Hier. Ik vind van wel. Nou. Yay! Feestje. Okay. En als wij natuurlijk even een schaapje pakken. Maak het eens even mooi. Kijk eens, tovenarij. Bam. Zo. Wat een mooi schaap. Daar heb jij je baard van gemaakt, hè, van dat wol. Ja. Maar heb je nog iets nieuws? Houd hem. Ik heb er geen zin meer in. Ik ben eruit. Oh, nou, ja, Rick het ontsnapt kip. Op de kip. Misschien kunnen we allemaal even op kipjes gaan. Hier, ik heb misschien leuk. Ik heb er mee neergezet, Vincent. Wie is dat? Dat is Vincent. Dat ben ik niet. Dat ben jij wel. Wat? Hè? Wat doe ik daar? Kom terug, ja? Vince. Hè? Wat doet hij dan? Lopen, gewoon. Waarheen? Overal. Je kan erop zitten, Blood Billet. En ik? Kan ik op ook eend. Op een kipje? Oh ja, hier heb ik oh. Ik kom er niet op. Nu wel, ja. Rechtermuisklik. Oh, wacht, ik ben nog geen op, zeker. Kan je nu wel op? Ja, oké. Okay. Ja. Nou, dan gaan wij even naar kan een je nu wel op? Snap je hem? Op. Ga! Badoem. Als je even de schootsbos in gaat. Ja? Badoes. Dan gaan we schootsbos in. Op de kip. Ja, dan gaan we even naar een nieuw onderdeel van... Ja. Dan wacht ik even op jullie. Komt hier hoor. Nee, hier heb ik gelopen. Heb ik geloopt? Ja. Waar heb je geloopt? Oh ja, natuurlijk pas. Hoe was het? Ik had een Brian gevraagd, hoe was het in Efteling? Maar jouw vrouw Gio, hoe vond jij het in Efteling? Het was echt heel leuk. Heel gezellig. Ja? Klopt het leuke ook als je gehad. Nu hier loopt? Is dat, lijkt me nog leuker juist. Nee, niet. Hier hebben we niet gelopen. Waarom niet? Maar wel hier. Hé, daar staat Robbie. Huh? Een PC van Robbie. Hallo meisjes, ik ben Robbie. Robbie, wat ga je doen, Robbie? In het sprookjesbos rondlopen. La 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 la. La 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 la. Oh, en ik zie een hele mooie heks. Naughty. La 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 la. La la. En ik zie een hele lange nek, zie ik daar. Heb je die ook nog gezien, lange nek? Open de kist. Vincent, lieverd, wacht op mij! De wolf en de zeven geitjes. Nou, die geit is al afgeslacht, zie ik hier. Moedergeit. Die ziet er niet heel leuk uit. Even kijken hoor. En hier hebben we dan de geitjes. Vincent. En het droogste is, heb je het gezien? Die geit hier zo. Oh, ik zit nu in het gebouw. Kijk, die geit hier, die is echt het droogste wat ik ooit heb gezien. Oeh. Alsof die uit de muur hangt, zie je het? Hey. Hij zat toch hier in, die geit? Ze hebben wel allemaal Donald Duck pakjes, die geiten. Ze zijn wel heel erg trouwe fans. Ja, komt voor onze texture pak natuurlijk. Waarom kijk ik naar boven? Ik sta hier. Maar waarom kijk ik naar boven? Wat moet dit dan voorstellen, dit? Kom eens, Rickert. Wat moet dit voorstellen? Dit. Gingen daar die geiten dat doorheen door zo'n buis? Ja, die wordt daar geboren. Nee, maar denk dat Kjallof kunnenhebberies aan het testen is ofzo. Oké, ik weet niet wat ze allemaal doen. En hebben hier natuurlijk een snoephuisje. Ik mis wel echt al die kaarten hier, hoor. Ja, oké, kom eraan, Brian. Laten we samen naar de Efteling gaan. Yay! Yeah! Yay!
Oh, kijk, hij is hier geslapen. Brian, we kunnen hier niet verder. Hallo, mijn hemelt is dat hier. We zijn niet bezig met onderhoud. Brian, doe... Oh, we kunnen verder lopen. Hey, kom jij eens even terug. Kom eens even terug, meneer. Wat is er? Hé, hey, dit is nieuw, of niet? Ik heb het de achter nog niet gezien. Zo kijk. Praat ik niet eens. Nou, man. Dit heb ik nieuw. Dit oh, is hier nieuw. Zijn we wel geweest. Ja, kom, Brian, we schuilen voor de regen. Wow, ja, jee, in de herberg. Yay! In de herberg. Ja, hier hebben we serieus wat omgeschuld. Oh ja, hey, in het hier wordt ook nog een tafeltje. Ja, tafeltje dek is op vakantie. Ga maar even wat eten bestellen. Oké! Yay! Ik ga met mijn spiegel! Waar kan je eten bestellen? Oh, het is niet echt eten of zo. Ik kan dit niet herinneren, dit huisje. Ik heb je blootbillet! Hallo! Kijk! Ja, maar zo praat ik niet, Rick. Ik vind van wel. Nee, jij vindt helemaal niks. Rode je moet wel praten niet. Zoals je moet praten zoals mij, anders is het niet leuk. Oké. Okay. Zo praat ik ook niet. Kuthoofd. Nou, oh, mag dat wel zeggen op YouTube? Nee, dat wordt er allemaal uitgefilterd. Oké. Okay. Herberg de Efteling. Ja, dit is een kopie daarvan. Moest je kijken hoe het eventueel beter kan met dingen. Oké, okay, cool. Oeh, nog een herberg! Nou mensen, ik hoop dat jullie een leuke video vonden. We gaan hem hier afsluiten. Ah. Het is al een beetje Disney. Ja? Ik wou nog eventjes iets laten zien als dat komt. Ja, dus doe maar. Daar was ik mee bezig. Ik moet nog even wat eten. Ik laat je zo... Oh, daar heb je... Wacht even. Nee, ik tp naar je, maar... Wow. Even mij naar boven komen dan. Ja, ik tp wel naar jou. Ja, kom maar. Want even nog niet op de knotten, alsjeblieft. Oh, wauw, wat is dit nou weer? Dit is de vernieuwde sollicitatieruimte. Kan ik even aan iedereen gelijk laten zien. Apart, joh. Dit is best mooi gedaan, joh. Ja, dit is gewoon waar mensen dan de praktijk mogen doen. En als je dan naar achteren kijkt, hier zo. Daar was ik zelf dan mee bezig, alleen je hebt de tekstpact in dezelfde, het muziekje niet. Maar daar was ik even, had ik een heel klein waterstootje gemaakt die nog niet compleet af is. Maar dat was ook gelijk een beetje om te oefenen voor Aquanura, maar ik zal wel even starten. En dan krijg je een beetje zoiets. Oh, leuk. Hey, waar is de muziek? Ja, je hebt de tekstpact zand, niet aan. Zand. Nee. Gewoon. Geen zand? Mooi, ik heb hem gemaakt, ja. Dat was de muziek. Daar was al de rest van net ook van. Oké. En wat is nou hier de bedoeling van dan? Van de watershow? Ja, van wat je hier kan precies dan? Oh, dit. Deze ruimte. Ja. Wacht, dan moet ik even naar warp. Kom een warm sollicitatie. Die bloemetjes staan er wel leuk uit, omdat bij onze textpack heb je natuurlijk 3 rode bloemetjes in plaats van... Of een hele stack bloemetjes eigenlijk is het. In plaats van 1 miserig bloemetje in een flowerpot. En als je dat zo ziet, die arena ziet het er gewoon veel beter uit, joh. Omdat je een paar bloemetjes ziet. Oogt het heel leuk met dat groen en dat blauw en dat wit. Dat is best wel een leuke combinatie, joh. Maar even, als je even een warm sollicitatie gaat... Warp sollicitatie. Zo. Ja, daar ben ik nu. Oké, dan moet je even op staan. Ja. Oh, een kleine enge ruimte, niet... joh. Even kijken. Gio is nou bij mij. Bootbelet. Hij teleporteert de rennende persoon dan uit als er meerdere mensen komen. Oké, maar in deze ruimte mag de sollicitant tegen mij zeggen, of tegen Kel, of tegen Quinn, ik weet niet wie er staat. Wie die is, waar het is en zo, en waarom wij hem eigenlijk moeten aannemen. Dan kunnen wij zeggen van kandidaten door of kandidaten niet door. Dus als Bootbelet, ga eens even in het midden staan, alsjeblieft. Op die plaatje. Nou, dan zeg ik niet van kandidaten niet door. Wat gaat u zingen? Oh, waar ben ik? Oh! Nou, en bedankt hè. Verbinding gebroken. Wacht. Kom er niet meer okay. In. Oké. Maar dat gebeurt dus met de mensen als ze niet door zijn. Oké, wauw. En ja. Nou, ik vond het gaaf. Ik dacht eerst dat de Bloblet wat ging zingen voor ons. Nee, wacht. Ik zal even die presspeet weghalen. Heeft okay, u even voor mij. Nou mensen, vond het een leuke video. We gaan afsluiten hier. Bedankt voor de info, Rick. En bedankt voor het opstaan. Ja, graag gedaan. En dan zie ik je volgende terug mensen met een nieuwe aflevering, namelijk alweer 72. Ja. Nou, bedankt meedoen Brian, Gio, Rick, ja. Sam, Denise,
Nog meer mensen? Nee, dat waren ze. Kerstman. Dag en dag. Kerstman Simons. En Roy, die was er ook. Ja, Roy was ook in het park. Ja. Dag Vincent! Dag Roy! Fijne paasdagen. Fijne paasdagen? Nou nog. Ja. Alles in de knoop. Hallo, Pasen moet toch weer bijna beginnen? Ja, Pasen is nog maar net goed. Doei doei!